Met parlementariër Patricia Etnel spraken wij over de vele zaken welke de afgelopen dagen over en weer wordt gezegd tussen over de VHP en de NPS. Zo zouden heel wat parlementariërs, Mahinder Joggi, Mangre en ook nog Van Samson, wat uitspraken hebben gedaan richting voorzitter Gregory Rutland, nadat die wat uitspraken heeft gedaan over grondconversie en ook nog over de etnische politiekvoering of etnisch beleid van onderwijsminister Ori op het ministerie, waarbij diverse NPS'ers uit topfuncties zouden zijn ontheven. Etnel die ging er daarop in en op enkele andere zaken. U hoort parlementariër Patricia Etnel. Meneer Joggi kan niet zeggen en geen van die DNA-lieden kunnen zeggen dat Patricia Etnel in de vergaderzaal heeft uitgescholden. Niet in de koffiekamer, want dat beweert hij. Toen ik in de koffiekamer was, heb ik mijn dingen gezegd, ja. Maar in de koffiekamer mag iedereen praten. Iedereen mag wat zeggen. In de koffiekamer wordt het uitschelden? Nou, uitschelden. Je gebruikt bepaalde termen. Ja, je bent boos. Maar dat doe je in de koffiekamer, niet in de vergaderzaal. En wat heeft u boos gemaakt? De wijze waarop het lid Joggi dacht bepaalde dingen te entameren. En ja, ik ben weggelopen uit de vergaderzaal. Omdat je zegt van luister, je gaat in de koffiekamer en je gaat erover praten. En dan praat je erover en dan is het klaar. Toch? En als meneer Joggi vindt dat hij dingen die in de koffiekamer zijn gezegd, wil rechttrekken met het feit dat hij mevrouw Ramdin heeft gekleineerd. En heeft gezegd dat ze een weet ik veel puntjes meid is. En ze zat op de stoel, dan is het lid Joggi helemaal laag. Hij is een lage man. Laat hij dat weten. Hij is een lage man en hij is disrespectvol naar vrouwen. Want een man die respect heeft voor vrouwen doet dat niet. Maar je kan duidelijk zien dat het lid Joggi geen respect heeft voor vrouwen. Hij heeft geen niet eens respect voor zijn eigen vrouw, denk ik. Want als je in het openbaar zo'n vrouw kan bejegenen, dan wil ik niet weten wat je intussen de vier muren doet. En dat is erg. Zo benader je een vrouw niet. En dat moet meneer Joggi komen aangeven. Hij moet niet komen vergelijken met het lid Etnel en zijn dingen, want dat wat hij heeft gedaan is totaal met de grond gelijk. Ja, zo bejegent een man een vrouw niet. We mogen dat niet accepteren en vrouwen in positie nog minder. We moeten ze beschermen. Wat is er met de loyaliteit die er ooit was tussen de VHP en de NPS? Meneer Joggi zegt dat dat nu goed zoek is. Luister, laat me dat zeggen hoor. Loyaliteit is een zwaar begrip. Misschien was er een vorm van samenwerking en een vorm van understanding, maar geen loyaliteit. Loyaliteit is een diep woord en mensen die loyaal zijn, die zijn niet alleen maar loyaal naar de waarden en normen van het land, maar ze zijn ook loyaal naar wat er gedaan moet worden voor het land. Dat is in de politiek, maar het moment dat je dat verlaat, en laat me dat ook duidelijk zeggen, de Nationale Partij Suriname is vanaf haar ontstaan een waardige partner geweest. Na 1975 heeft de NPS heel veel meegemaakt. Ja? En misschien hebben we ook fouten gemaakt. Misschien zijn er dingen die we niet goed hebben aangepakt. Ja, we hebben dat geleerd en we moeten daaruit leren om groter te worden. Maar de VHP heeft in die samenwerking altijd ons laten zien dat ze niet loyaal waren. Want als ze dingen konden doen om zichzelf te verrijken en zichzelf groter te maken, hebben ze het gedaan en ze gaan het altijd doen. Ja? En de NPS heeft geen verraad gepleegd. De VHP heeft laten zien in 1996 dat ze echt wel verraad konden plegen. En ze hebben ervoor gezorgd dat ze regering Weidenbos hebben ondersteund toen. En zo is de regering 1996 ontstaan. Dat heeft de NPS nooit gedaan. De NPS doet dat soort dingen niet. Dus over loyaal gesproken, de VHP en de NPS waren nooit op basis van loyaliteit samen hoor. Op basis van samenwerking en op basis van understanding, niet op basis van loyaliteit. Binnen de NPS hebben we een loyaliteitsband tussen onze leden en de voorzitter, onze leden en het bestuur. Daar is er sprake van loyaliteit. Niet tussen NPS en VHP en ook niet tussen andere partijen. Ja, er is understanding en we werken samen. Maar er is geen sprake van loyaliteit.
uw collega parlementariërs, meneer Djoghi en Van Samson, die zeggen benieuwd te zijn hoe de NPS straks op naar 25 mei 2025 campagne zullen voeren wanneer ze hier in het parlement duidelijk aangeven dat de NPS tegen grondconversie is en hoe jullie dat zullen gaan verkopen daarbuiten. Daarmee moet Van Samson nog minder Djoghi zich druk maken. Laten ze zich druk maken met het feit dat zij het hebben verkocht aan hun mensen. En op basis daarvan hebben ze de zetels. Maar de president die weet dat hij nooit zo'n beleid kan maken. Niet op basis van het feit dat je zetels haalt. Dan moet je hier komen zeggen dat je het land wil verkopen. Zo werkt het niet. Er is beleid en laten we beleid maken. We hoeven geen conversie te hebben. Laten we een goede grondhuurbeleid hebben. En laten we aan de hand daarvan de mensen leren dat ze betalen voor hun grond. Want dat je ze laat converteren en ze kennen de waarde achter grond niet en het plotseling verkopen. Dan zit je ook met generatieproblemen. Dat plotseling je die mensen, hun kinderen en kindskinderen ook moet komen helpen aan een stuk grond. Want dat wat ze hebben gehad, hebben ze verkocht. Toch? En laat de heer Djoghi en de heer Van Samson komen vertellen wat hun denken is. Ja, als je die grote lappen grond wil gaan converteren voor een appel en een ei, ja, dan ben je niet bij. Meneer Venetiaan heeft grondconversie toegepast voor een bebouwing en bewoning. Dat heeft de regering Venetiaan gedaan. Dat is toch al goed. Waarom maakt meneer Vertokki niet op basis daarvan beleid? Maar nee, hij wil dat stukje verlaten en hij neemt ook nog rechtspersonen. Terwijl we weten wat het probleem is van rechtspersonen binnen de onroerend goedwetgeving. We weten het toch? Als dat gebeurt, dat we zeggen, we weten niet eens wie gronden heeft. Dat wil zeggen dat iedereen van buiten kan komen en gronden krijgen zich in stichtingen vormen. En het creëert nog een groter gevaar. En dan morgen gaan diezelfde mensen die gronden duizenden SRD's en US dollars duurder verkopen voor die Portiwang. Waarover heeft deze regering even en waarover heeft Djoghi en Van Samson? Wat ik zou willen zeggen, laten ze zich focussen. Hoe zij die verkiezingen gaan winnen. Want tot vandaag aan de dag, de mannen maar zeer noa vroktoef ding. Dus donanga alle de vroktoef tapa bali, noa de noma zeer, joa noa spa noa baie ding. Toch? Niemand wil ze verkopen, niemand wil ze kopen. En ik denk dat niemand zichzelf wil gaan verkopen voor ze. Dus laten ze zich daarop focussen. En laten ze zichzelf benieuwd zijn over hoe zij die verkiezing gaan winnen. Ze moeten zich niet druk maken bij de NPS. De NPS heeft zijn strategie. En de NPS is nooit met grondconversie gegaan. De NPS heeft gedaan wat ze moeten doen. De NPS gaat voor goed beleid, gaat voor een beter Suriname. En niet alleen maar voor een groepje, maar voor alle Surinamers. Meneer Van Samson, die geeft eraan, mevrouw Ednel, dat jullie je heel hypocriet opstellen. En met name de NPS, door aan te geven, te uno de in een leiding van Kondre, dat aboto mag zoenen. Ja, maar Van Samson heeft niet, hij weet niet wat het woord hypocriet betekent. Laat hij naar zichzelf gaan kijken. Als hij zichzelf in de spiegel kijkt, dan ziet hij hypocriet in ware persoon. Van Samson is een hypocriet, niet de NPS. En laat het duidelijk zijn, de NPS is altijd duidelijk geweest in die samenwerking. Wat er gebeurde was niet goed. En omdat het niet goed was en je maakte je mond open, moest je elke keer horen van mensen, jij, je weet het niet beter, je weet dit en je werd je aangevallen. En je zegt met 3 zetels willen jullie altijd het hoogste woord hebben? Nou, ik mag het hoogste woord hebben, ook al heb ik 3 zetels, ik ben een politieke partij. Ik mag het hoogste woord hebben, dan moet Van Samson proberen om het hoogste woord te hebben met zijn 20 zetels. Toch, als jij 20 zetels hebt, dan mag je niet bang zijn dat ik met mijn 3 zetels het hoogste woord moet hebben. Dan moet jij het toch altijd hebben. En als je het niet kan hebben, dat wil zeggen, dan heb je die capaciteit niet om het te doen. Helemaal niet toch? Als je een leider hebt die iets waardig is om een land te besturen, waarover hebben we het? Die man weet niet eens wat leiderschap is, last dan over besturen. Die man komt hier in het parlement, die president komt hier in het parlement. Ons parlementariërs zeggen van ja, we moeten blij zijn, we moeten dit zijn. En het is diezelfde president, voorzitter van de VHP, die toen in de oppositie was. En toen Bouterse zo tekeer ging, zei hij, ja meneer Bouterse moet beleid maken. Hij moet niet zo jegend zijn naar de parlementariër. Wanneer hij goed beleid maakt, dan gaat het ook anders zijn. Wel, de maasma, bigisma, abwa sanetaki, asem tiki, zijn naka wit voor en naka blakka voor toe.
Wel, als ik zijn nakbouterse en nak Santokitu, hij moet het verwachten. Je kan niet denken dat wanneer jij daar komt praten over een heleboel wollige zaken, dat mensen je gaan ophemelen. Absoluut niet. Je moet beleid maken. Je bent niet daar dat we je gaan besmeuren met honing. Nee, je bent daar zodat we je kritisch gaan volgen. Zodat we zeggen dat wat je doet, je voor land en volk doet. Welke manier van bottenboren en dat soort dingen. We zijn daarvoor niet. We hebben daarvoor niet eens de tijd. Want if uno moest bij zo goed dat botten bij boren. Zat de president daar toch niet? Hij heeft gezegd dat hij 20 zetels is. Hij heeft gezegd dat hij machtig is. Dus niemand kan hem weghalen toch? Wie kan hem weghalen? Niemand toch? Dus al die leden van hem en die marionetten van hem die lopen te gillen van NPS en weet ik veel. Ze hebben een probleem met de NPS. Want alleen als je een probleem hebt, ga je dat soort dingen zetten. Je hebt een probleem met de Nationale Partij Suriname. Want als je geen problemen hebt, zeg je het niet. Maar omdat je een probleem hebt daarom. Maar laten ze problemen blijven hebben. Laten ze naar NPS blijven kijken. De NPS op de zetels, naar de zakken. Misschien komen ze over naar de NPS. Want de loco NPS toen zie. En uw voorzitter, meneer Rusland, die heeft het bij de kranslegging, mevrouw Etnel, van bij Henk Aaron, ook gehad over het etnisch beleid, welke minister Ori voert op het ministerie van Onderwijs. En dat geeft hij aan doordat diverse NPS'ers in topfunctie zijn ontheven. En we hebben hierover gesproken met uw collega parlementariërs Mangre, Jogi en Van Samson. En die geven aan dat Rusland terug moet gaan in de geschiedenis en in feite de NPS altijd aan de oorsprong heeft gestaan van die etnische politiekvoering in Suriname. Luister, als het zo is of zo was, dan wil ik ze wel vragen wie is nu het beste in etnische politiekvoering. Want dan heeft de VHP geleerd van de meester en dan hebben ze dat nu overtroffen in etnische politiek. Maar laat het duidelijk zijn dat de Nationale Partij Suriname nimmer etnische politiek heeft gevoerd. Wie heeft ervoor gezorgd dat alle bevolkingsgroepen in het parlement kwamen? Het presidiumgedachte van de Javanen, de Hindustanen, toch? De Chinezen, is vanuit Pengel geboren. Het feit dat verschillende bevolkingsgroepen in het parlement konden komen, is vanuit Pengel geboren. Het feit dat verschillende bevolkingsgroepen de deur konden krijgen richting politiek bestuurlijke is vanuit Pengel gekomen. Toch? De VHP heeft altijd ervoor gezorgd dat de Hindustanen het beter moesten hebben. Ze gingen niet voor het belang van de Javanen en voor het belang van de Chinezen. Nog minder voor het belang van de Kriolen. De Nationale Partij Suriname heeft ervoor gezorgd dat iedereen die daar begeleid moest worden, die begeleiding ook kreeg. De VHP had zijn agenda. Wie heeft ervoor gezorgd dat boeren in die kerry voor hun leven lang werden geholpen? Maar de boeren in Coroni kregen die hulp niet. Wie? Over etnische politiek moet de VHP stil zijn en ze moeten weinig zeggen. Want vandaag, anno 2023, wie voert etnische politiek? Wie? Wie? Laat de VHP niet een kleine spiegel, maar een boombige spiegel voor zichzelf houden. En laten ze goed naar zichzelf kijken wanneer ze praten over etnische politiek. Het zou een bromtje jari zijn. Dat zou het zijn. Een bromtje jari. Maar laten we kijken, is het een bromtje jari? Is het een bromtje jari? Is het zo dat iedereen aan bod komt? We moeten elkaar niet voor de gek houden. Dat is niet zo. Maar laten we duidelijk kijken naar de toekomst. Want we leven elke dag in de toekomst. En elke dag zien we dat er nog steeds door de twee leiders die het land besturen, etnische politiek boventoon viert. Ama is het insma, en dat is het insma. Allemaal is het dins maar samen. Maar de smaak voor een samenleving is het kom. Dus wanneer we praten, wanneer er wordt gesproken over etnische politiek, dan moeten bepaalde mensen stil zijn. Wanneer het gaat over het beleid van meneer Ori op het ministerie, dus bigismataki alasan apuan biging en alasani apuan keba.
Nu naar Juting. Er zijn ministers gekomen, er zijn ministers gegaan. Er is altijd een begin en een einde. Dus als meneer Ori vindt dat hij nu wil regeren met Kadijeri. Want het einde is niet daar gekomen om steen te worden, dus er komt ook een einde. Maar wanneer het einde komt, laten we leren. Wanneer er mensen zijn die die capaciteit hebben om het te doen. En dan geldt het niet alleen maar voor de VHP of voor welke politieke partij. Het geldt voor allemaal, inclusief de NPS. Als er mensen zijn die het werk kunnen doen, laten we ze handhaven. Ervaart u het zo, mevrouw Etnel, dat sedert jullie uit het kabinet zijn gestapt? Want daarover heeft meneer Rusland het zaterdag ook, heeft het ook daarover gehad. Dat sedert jullie uit het kabinet zijn gestapt, het jullie kwalijk wordt genomen en vandaar dan de aanvallen op de NPS. Ervaart u dat? Kijk, dus sowieso zijn die aanvallen er. Maar weet je wat ik zeg? De VHP en de ABO. Ze hebben NPS niet nodig. Hadden ze NPS nodig? De NPS moest er komen om quorum te verlenen. De NPS moest er komen voor tek a blakas kaputori. If de man een blim was, een partij dat de behandeling heeft blim NPS. Meneer Jogi heeft het vandaag ook daarover gehad. Dat in feite de ABOP de NPS niet in het machtscentrum wilde. Maar het is met de genade van de VHP dat men ook de NPS toen aan boord heeft gebracht. Dus kijk, als we moeten samenwerken op basis van genade. Dat betekent dat we samen toch. Volgens mij kan roken op basis van genade samen. We gaan werken op basis van principe, op basis van gelijkwaardige partners. Als je vindt dat je genade met me hebt, dan moet ik niet erbij zijn. En na genade tori me kugwe. Want if na genade ja zo nanga mi, dat betreft no tang. Wat voor genade? Nee toch? We zijn een volwaardige politieke partij. Nergens hebben we mensen het gevoel gegeven dat ze ergens genade met ons moeten hebben. Dus omdat we weten, dat wisten en we zagen het steeds. Genade, genade, ugwe. Ja? VHP en ABOP vonden ze gaan alles verdelen. Zij weten het land beter te besturen. Waarom heb je een probleem wanneer we je erop wijzen? En dat je steeds komt, ja jullie zijn eruit gestapt, jullie zijn eruit gestapt, jullie hebben 30 zetels. Be a man. En laat zien dat je die 30 zetels op tafel kan zetten hier in het parlement om dingen te laten gebeuren. Maar je kan niet eens volledige quorum opbrengen. Elke keer moet de oppositie je komen ondersteunen. Zo onvolwaardig is die hele samenwerking. Nou, we komen praten over het feit dat de NPS eruit is gezet. We waren er en we waren er alleen maar voor het verlenen van quorum. En af en toe is het gewoon blame dat we op het op NPS wel genade ook moeten eruit. We willen geen genade hebben van niemand. Wanneer we samenwerken is het op basis van principe. Op basis van het feit dat we waardige partners zijn. En op basis van het feit dat we een politieke partij zijn met waarden en normen en principes. Zo werken we samen, niet op basis van genade. Uw collega parlementariër, meneer Jogi, die heeft er verder aangegeven dat de NPS ex-oud-voorzitter en ex-president Venetiaan in feite een vooruitziende blik had en dat Rusland in feite nooit voorzitter zou moeten worden van de NPS. Dus Jogi, ik wil nu een vooruitziende blik geven aan de VHP. En dat is dat Santoki, de heer Santoki, die partij gaat brengen naar downgrading qua zetels. Dat is mijn vooruitziende blik nu. Dat geef ik hem mee. Want meneer Yogi moet niet bemoeien met de NPS. Wat de NPS aangaat en wat de NPS wil doen en hoe de NPS dat wil doen is voor de NPS. Meneer Rusland is volwaardig gekozen door de structuren van de partij als voorzitter. That's it. Klaar, punt uit. En als Yogi dat niet heeft binnen de VHP, kan ik hem niet kwalijk nemen. Hij moet minder kijken naar de NPS. Hij bemoeit. Laat hij gaan kijken wat Santoki met de VHP doet. En laat hij hopen dat op 26 mei 2025 die 20 zetels er nog zijn. Want mijn vooruitziende blik is anno abdemoro. Dat is mijn vooruitziende blik. Hij mag het opschrijven. Ik weet niet waar hij het wil zetten. Meneer Rusland die heeft die dag aangegeven dat de NPS als grootste uit de bus komt op 25 mei 2025. En dit vroegen wij ook aan meneer Jogi. En die gaf eraan dat de NPS in feite verworden is tot een stadspartij. En dat dit maar een droom van jullie zal zijn. Dus kijk, laat Jogi gaan kijken of de VHP niet verworden zal zijn tot een dorpspartij straks. Ja? Dan zijn we weg wel groter dan hem, want hij is een dorpspartij, wij zijn een stadspartij. Ja toch? Dus
Hij moet zich niet druk maken. De voorzitter van de Nationale Partij Suriname heeft zijn voorspelling gedaan. En hij heeft het niet gedaan omdat hij het leuk vindt. Hij heeft het gedaan vanuit een bepaalde prognose. Wat aan ons NPS'er is overgelaten, is dat we het waarmaken. En dat we hard gaan werken in het veld, ja. Want die zetels gaan niet uit de regen of uit de lucht komen vallen. Ze gaan alleen maar gegeven worden door hard te werken. En door te wijzen dat we anders zijn. Ja? De NPS heeft vaak een beeld gecreëerd van we zijn arrogant. We zijn daar niet voor de mensen. Kenka beeld, we zijn daar voor ze. De NPS was zo van ja, die poort is niet voor hun, daar is niet voor. Voor de Mofina wan nee, op Tjaren bakana die alama, Mofina wan, Goudou wan, Alawan. Iedereen is welkom. Dat is belangrijk. We moeten ervoor zorgen dat NPS in de harten gaat groeien van alle Surinamers, waar ze ook zijn. Als het nou is Sipaluini, Brokopondo, Saramakani, Keri, Koroni, Marowena, noem maar op. We moeten in hun harten gaan leven. Ja. Dan gaat die prognose van de voorzitter uitkomen. En dat is waar ik voor ga werken. En Yogi moet nu gaan werken dat niet alleen de VHP niet verworden wordt tot een dorpspartij. Maar dat het ook niet verworden wordt tot een huispartij. Dat zo zo'n osso stem neemt tapo. Next morgen. Is de verkiezingscampagne dus nu gestart op volle toeren? Mevrouw Etnel, wanneer we zien dat partijen nu niet lijnrecht met elkaar staan, maar lijnrecht tegenover elkaar staan? Laat maar zeggen, kijk. De Mabuwa Sani Nono de Godo Sirino, Ala Sani Panya of Navarre Makari. We leven nu in 2023. Dat wil zeggen, nog enkele weken te gaan. Dan sluit dit jaar zich af. In januari 2024. Maar je muzikawa bij Abuwa Taki Atafrau draai. Nono de Atafrau draai rustig. En geloof me. De VHP moet zich druk gaan maken. Niet alleen maar binnen hun geleden, maar ook met hun partners. Want niemand gaat, ze gaan geen dingen meer accepteren. Dus het gaat niet alleen maar om verkiezingen. Het gaat ook erom, niemand wil verliezen. Niemand wil de boot missen. Maar velen, omdat ze hardhorig en koppig zijn, zullen ze de boot niet alleen maar missen. Ze zullen zelfs die Nogota Palibas Refif Komita Boto. Toch? Dus ik denk dat vanaf 2024 een heel andere game is. Omdat we daarna, over een jaar, hebben we dan de verkiezingen. Dus het is begrijpelijk. Toch? Dus iedereen gaat praten, iedereen gaat zijn ding willen doen. Weet je. Maar belangrijk we mogen meer gaan verwachten. Nou, ik denk dat er meer vuurwerk. Er zal meer komen. Maar we moeten altijd weten dat we waarachtig blijven naar die samenleving. En ze niets gaan beloven, want dat is het probleem. We promise this, Masani. We zeggen ze een heleboel, we gaan dit voor ze doen, we gaan dat voor ze doen. Terwijl er helft niet gedaan kan worden. Het moet stoppen. Wanneer je vindt dat je wat wil doen voor die samenleving, doe dat op basis van de waarheid. Doe dat op basis van de realiteit. Maar loop niet te gillen dat je dingen wil doen voor die samenleving, terwijl je niets kan doen voor die samenleving. Die tijd moet voorbij zijn. En dat is wat ik die samenleving wil meegeven.